Morgen viert het Sint-Antonie-gasthuis aan de Rademarkt haar 500-jarig bestaan. Beno Hofman, stadshistoricus, is door de voogdij gevraagd om in de geschiedenis te duiken van dit gasthuis. Ter ere van het 500-jarig bestaan wordt morgen een boek uitgebracht. Hierin beschrijft Beno Hofman de bewogen geschiedenis van het Sint-Antonie-gasthuis. Ja, een van die prachtige plekjes in Groningen waar je in de drukke binnenstad, als je door het poortje komt, ja, in een stiltegebied komt. Ik denk dat een stad als Groningen dit soort gasthuizen enorm moet koesteren. 5 eeuwen in 1 boek verwerken is al lastig genoeg. Maar ook het archief hielp niet mee. Het archief van het gasthuis was lang niet op orde. Er was wel wat te vinden in de Groninger archieven, maar een groot deel was zoek. Als bij wonder heb ik dat teruggevonden. En dat was uit een redelijk recente tijd, als je het bekijkt op 500 jaar Sint-Antonie gasthuis. Dat was namelijk archief van ongeveer 1920 tot 1970. En dat was bij iemand thuis die zelf dat ook weer van een schoonvader die ooit de administratie deed van het gasthuis. Nou, zo kwam ik er per ongeluk achter. Is het archief nu weer compleet. Bij veel gebouwen in de stad Groningen is een bouwhistorisch onderzoek gedaan. Maar bij het Sint-Antonie-gasthuis was dit nog niet het geval. Mede hierdoor zijn er verschillende ontdekkingen gedaan over het gasthuis, wat de stadshistoricus ook niet had verwacht. Er was bijvoorbeeld gedacht dat een deel van het gasthuis nog uit 1517 was. Blijkt niet zo te zijn. Het oudste is uit de 17e eeuw. En dat komt omdat er steeds verbouwd is. En de belangrijkste reden is geweest dat het tegen de vesting aan lag. En de vesting aan de zuidkant van de stad nogal eens verbeterd moest worden. Aanvallen kwamen immers altijd van de zuidkant, bommenberend. Ik hoef je het niet te vertellen. Dus de wallen werden breder en dan moest dat gasthuis opschuiven als het ware. En daarmee is het in de 17e eeuw eigenlijk opgeschoven. En is er dus eigenlijk niks meer van het allereerste begin. En dat was onbekend. Morgen tijdens het feest in de tuin van het gasthuis zal het boek worden gepresenteerd.